Hey, wacht eens even, ik zie daar een bord, maar wie zegt dat ik voor dat land ga, bruv? Hey, Studio Brussel, regel iets, bel me, bruv. Tijdens een optreden in België houdt iemand een bordje omhoog met de vraag Joost Klein Eurovision met een Nederlandse vlag erbij. Maar Joost wil dus dat de Belgische Songfestivalorganisatie hem belt. Even terug. Joost Klein deed dit jaar mee aan het Songfestival voor Nederland. Met Europapa leek hij een goede kans te maken in de liedjeswedstrijd. En hij ging dan ook door naar de finale. Netherlands. Yes. Ja. Maar daar trad hij niet op, omdat er achter de schermen iets was gebeurd, waardoor hij werd gedisqualificeerd en niet mee mocht doen. Maar zou hij het nog eens opnieuw kunnen proberen? Ja, dat kan. Er zijn veel artiesten die meerdere keren hebben meegedaan aan het Songfestival. En er zijn ook genoeg artiesten die voor een ander land meedoen aan de wedstrijd. Zoals Stefania bijvoorbeeld. Ze woont en werkt vooral in Nederland, maar deed een paar jaar geleden mee aan het Songfestival voor Griekenland. En de jongens die dit jaar voor Zweden meededen, komen zelf uit Noorwegen. Volgens de regels zou Joost best het ene jaar voor Nederland mee kunnen doen en het andere jaar voor België. Hij lijkt het zelf in ieder geval nog wel een keer te willen proberen. Op zijn Insta staat al Eurovision 2025 en tijdens optredens praat hij erover. Why the f*** not 2025? We zullen het waarschijnlijk pas zeker weten aan het eind van het jaar. Dan maken veel landen hun deelnemers bekend en tot die tijd blijft het meestal super geheim.